dat president Macron zei, ja, NAVO is hersendood. Dat heeft hem wel getriggerd eigenlijk om eens een aantal ideeën op papier te zetten. En dat boek wil ook wel wat helpen om een gewone geïnteresseerde Vlaming te informeren over wat de NAVO eigenlijk juist doet, van waar dat komt en waar dat wij ons mee bezighouden. Een volledig onafhankelijk Europa met een eigen defensie, losgescheurd van de NAVO, dat eigenlijk niet operationeel is. Daar moeten we van overtuigd zijn. Dat bondgenootschap in het Westen met Amerika, dat echt wel cruciaal is om onze eigen veiligheid die komende 73 jaar nog te kunnen garanderen. Ik denk dat heel belangrijk is dat wij toch blijven vechten voor het Vrije Westen en democratie. Niet paternalistisch of kolonialistisch of neocolonialistisch, maar wel dat we wel op ons standpunten blijven op dat vlak.